Welkom bij de rubriek Durf de vragen van Feiten op tafel, waarin we deze week antwoord geven op de vraag van Bart die wil weten hoeveel eigen doelpunten worden er gemiddeld per seizoen gemaakt? Ja, leuk vraag. En dat hangt allereerst af van de definitie die je hanteert voor een eigen doelpunt. En uh, als optaal hanteren we dat een schot dat zonder aanraking van de tegenstander dat over of naast zou zijn gegaan, maar door die aanraking juist wel aan het doel verdwijnt, een eigen doelpunt is. Goed, duidelijk. En uh, hoeveel zijn dat er gemiddeld per seizoen? Nou, dit decennium ligt dat gemiddelde op 27,6 eigen doelpunten uh, per seizoen. Uh, vorig seizoen en het seizoen 2014-15 waren de recordseizoenen. Daarin werden 33 eigen doelpunten gemaakt. En dan heb je het dus over bijna één eigen doelpunt per speelronde. Ja, doordat twee weken geleden Sven van Beek natuurlijk een eigen doelpunt maakte tegen Groningen. weten we dat hij toen uh, koploper werd. Ja. Uh, zes uh, eigen goals in iets meer dan 100 eredivisiewedstrijden. Ja. Hoe ziet die top 10 er verder uit? Nou, hij deelt dat record uh, met Daan Schrijvers en Marilia. En uh, naast die drie zien we onder andere Heini Otto, Rob Penders en Epi drost terug uh, in dat lijstje. Maar zij hadden wel dus aanzienlijk meer duels dan Sven van Beek nodig. En van Beek heeft de twijfelachtige eer om ja, gemiddeld eens per 17 naar 18 wedstrijden een eigen doelpunt te maken. Ja, dat is bijna twee uh, per seizoen ja. dus. Um, tot zover de individuele spelers. Uh, hoe zit het met ploegen? Welke ploeg krijgt de meeste eigen doelpunten tegen? Nou, als we het dan weer over uh, dit decennium bekijken, uh, incasseren Aden Den Haag en Excelsior uh, de meeste eigen doelpunten. Uh, ja, en die top 10 wordt verder aangevuld met onder andere Heracles, NAC, Feyenoord en Utrecht. En van de 10 ploegen die sindsdien onafgebroken in de Eredivisie actief waren. kreeg eigenlijk de minste eigen er tegen en dat waren zeven stuks. Oké, okay, top. Dankjewel. Uh, dit is het antwoord op de vraag van Bart van onze rubriek Durf te vragen van feit op tafel. Volgende week zijn we weer terug met de reguliere uitzending. Graag tot dan.